Ik ben architect Paul Kind. Wij hebben een kleinschalig bureau hier in de regio Oudenaarde. Als architect gaan we dus eigenlijk voor voornamelijk nieuwbouwwoningen, verbouwingen op vlak van residentieel. We zitten ook met een combinatie van zowel industriebouw, KMO, kantoor, die eigenlijk ook wel in ons portfolio een beetje zit. Het was subliem met Paul samenwerken. Ik geef altijd als voorbeeld, toen Paul de eerste keer bij ons binnenkwam, hebben wij een paar uur met elkaar gepraat, maar Paul heeft niks gezegd. En Paul ging naar huis en Paul kwam 14 dagen terug en Paul lei een plan op tafel en dat was het. Wij krijgen heel veel klanten, maar iedereen is ook anders. Elke mens is anders, heeft een andere feeling. We zitten ook afhankelijk van de regio. We zitten hier bijvoorbeeld heel veel in de Vlaamse Ardennen, waar we dan bijvoorbeeld hoefjes krijgen. Anderzijds is het zo dat we soms wel carte blanche maken en ook een keer een reflex maken naar nieuwe zaken. En eigenlijk toch onze voorkeur ook wel bijdraagt. De woning wordt hier is ook een compleet restyle van hoeventype die weggegaan is. En die eigenlijk echt een bungalowtype geworden is met eigenlijk volledige integratie in de omgeving. Wij hebben hier een zeer wijd zicht, maar dat maakt het ook aangenaam. Iedere ochtend heb je het mooiste beeld van Schorissen voor u, ja? Naast mijn vrouw. Het is zo dat we bijvoorbeeld voor die woning eigenlijk ook wel alles qua interieur mee ontworpen hebben, die voor ons ook wel een meerwaarde heeft, ook voor de mensen zelf. Waarbij dan we echt dus het interieur kunnen afstemmen op hetgeen dat we ook exterieur in feite willen gaan bereiken. Een openheid ten opzichte van Hans de omgeving, maar dan ook in de woning zelf hebben we dan echt wel met de verschillende materialen, verschillende tinten gewerkt die het ook een huiselijk gevoel geeft voor de mensen. En ook dezelfde materialen die bijvoorbeeld voor de haardwand gebruikt zijn, laten we terugkeren in de keuken, zodat dat ook wel een eenheid gaat gaan vormen. Het geeft ook aan de mensen een bepaalde rust als ze hier toekomen, als we effectief met dezelfde materialen kunnen gaan doorwerken. En het is ook wel een maatwerk, alles is in een maatwerk uitgevoerd, dus het geeft echt een meerwaarde aan de woning.